zijn we weer. Met de leukste drilling van Nederland. Jalicia. Jada. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Een hele goede dag allemaal. Welkom weer in een nieuwe vlog hier op Good Life. Ja, het is half acht geweest. Het eerste busje, ze komt er zo aan. Want Jalicia, je gaat zo naar school. Ik heb heel even de schooltasjes in orde gemaakt. Ja, Jalicia, haar tasje ook. En je ziet het, broodtrommel, twee pakjes drinken. Haar, Good Life notitieblokje, een pen. En een banaantje. En je ziet, er is nog ruimte genoeg over. Tot vanmiddag, schat. Het busje van Jason komt er ook aan. Tot vanmiddag. Lieve kerel. Het is echt prachtig weer, dames en heren. Melanie is even naar de markt. En ik ga weer even knutselen. Ik ga van deze schommel, de XXL schommel maken, maar dan over de kop. Het is hoger dan ik. Helaas. Tweede mislukt project. Moet ik wel zeggen, die houtmolen heb ik ook niet heel goed voorbereid. Normaal maak ik een bouwtekening, zoals jullie weten. Ik heb een hele professionele bouwtekening. En dan doe ik het helemaal uittekenen. Ik liep door de winkel en ik zag die hangmat. Daar lig ik, dacht, ach, we proberen het gewoon. We kijken hoe ver we komen. En dat is eigenlijk dit ook. Toen hebben we dit daarna gebouwd. En dan stond het er al. Ik dacht, ja, nou, misschien kan ik wel twee keer zo hoog maken. Je ziet het ook aan de buis. Ik heb ze allemaal verlengd en verlengd. Ja, normaal zou je daar gewoon echt goede pijpen voor gebruiken, maar... Hij is gewoon te hoog. En ik ga dit niet met de kinderen doen. De kinderen voelen dat van de week bouwen over de kopschommel. Ik heb het geprobeerd, maar helaas. Dit is het allereerste project van Bappen Bouwt wat gewoon totaal mislukt is. Met de kanttekening dat ik niet van tevoren goed heb nagedacht over hoe ik hem zou gaan bouwen. Maar meer begonnen ben en kijken hoe ver ik kwam. Dan zie je het dus ook aan de verschillende bazen. Dus ik sluit niet uit dat er ooit in de toekomst een 6 meter hoge XXL schommel komt, alleen beter uitgevoerd. Maar voor vandaag, nee. Zeg lieverd, we moesten ook nog stappen vandaag. Klopt, ja, dat is ook vandaag. Dus zullen we dat eens even gaan doen? Het is toch zonde. Als die sokjes, zeg maar, waar die buizen invielen, iets langer geweest waren, hadden we iets meer stabiliteit gehad, had ik het aan gaan willen. Maar dit durf ik niet aan. We gaan dadelijk ook even afbreken. Gaan we eerst stemmen dan? Ja. Mooi, je stem is wel belangrijk. Lieve kijkwijs kinderkist, want Europa wordt alsmaar belangrijker en belangrijker. Ondanks dat we allemaal niet willen, wordt het wel onze strot doorgeduwd. Dus ja, we moeten wel even stemmen natuurlijk. Dus het maakt niet uit waar je op stemt, als je maar stemt. Ja. Dus wij rijden even naar het stembureau. Joh, ga ik vandaag nog naar de kerk ook, moet je nagaan. Je gaat verkeerde hokje in. Zeg je? Dat hokje.
Oh, wat waren ze streng. Je mocht binnen niet filmen. Ja. Maar ik wilde zeggen, schat, je had een ander hokje moeten pakken. Ja, wat was de balie lager? Ja. Dat snapte ik al. Maar goed, we hebben gestemd. Hallo lieve maand, ik ben weer thuis. Ik vond mijn school erg leuk. En ik heb alles goed gedaan. Ja? Die stout geweest? Nee, dat niet, maar... Waarom geloof ik het niet? Ik ben eigenlijk stout geweest, maar wat is dit? Nou, dan ga ik je vertellen. Dat had ik je besteld. Het is voor de PlayStation. Je steekt hem hier in waar je normaal jouw koptelefoontje in doet. Ja, headset bedoel je? Prima, headset. Ja, kan je hem harder en zachter zetten. Dus dan moet je dadelijk even uitproberen. En dan kan je zo... Hallo, ik ben B100. En dan horen anderen jou. Oh. Hier zit ook nog een dingetje op. Waarom die is, weet ik niet. Kijk. Okay. Je kan ook zo zijn dat je je koptelefoon hierin moet steken. Dan moet je even gaan uittesten. En deze, die steek je in voor waar je normaal moet opladen. Kijk, dan klik je erin. Die klik zacht. Namelijk, dit is een oplaadsysteem. Want dan heb je ze altijd netjes. Netjes en Jason. Haha, in één zin. Dus wat zeggen we dan? En, doe ik ook niet ze... Ze allebei gelijk wel een keertje opladen. Dan heb ik hem maar één oplader. Oh, dat is wel handig. Dan heb je nu twee opladers. Ja, dan doe je dat nou zo. Dan steek je die in. Dan kan die laden. Dan kan je hier spelen. Wacht, ik zet ze dadelijk erin. Dus... Nou, kijk, je doet. Ga lekker naar boven. Ga er even mee spelen. Kijken hoe het werkt. Hallo, dus, hallo. Dus het kan ook zo zijn. Ik heb volgende keer geplet. Ja, dat maakt niet uit. Je kan je niet... Oh. Oh, ja, dat... Oh, oh, 10, oh, nee, 9, kijk. 8, 7. Ik voel hem. Explosie, voor gebeld. Ik die nummer, die pak ik nooit op. Dus gaan we uitproberen. Ja, kijk veel plezier erbij. Maar en ik waren ondertussen even aan het plannen van wat we allemaal gaan doen. Met name de kermis en de attractiepark en de zwembad. Die moet natuurlijk allemaal aanschrijven. Kermis ook uitzoeken wat er staat en zo. Dus daar gaan we nu even mee verder. En dan gaat mevrouwtje dadelijk de barbecue ontsteken. Ja, moet eerst een appeltje vlees marineren. Jane is uit school en die rent meteen door naar de schommel. Jaden! Jaden! Ja! Schat! Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Ik wil eerst het goede nieuws horen. Eerst het goede nieuws. Jij bent niet gewond geraakt. Wat is de slechtste nieuws? Nou, ik heb geprobeerd over de kopschommel te bouwen. Maar hij is in elkaar gestort. Het goede nieuws is dus dat we niet gedraaid hebben dat jij erin zat. Want anders was jij naar beneden gevallen en was jij kapot geweest. Kunnen we een nieuwe over kopschommel bouwen? Ja, ander keertje, maar niet met deze. Deze is te hoog. Met dan een Dan een lager, ja. Die heb ik al eens een keer gebouwd. Die kan wel teruggebouwd worden, maar dan moet ik het helemaal aanpassen. We gaan zo lekker barbecuen, jong. Ja? Wow! En de volgende is ook alweer thuis. Hoi, Tricia. Ga je het circus in? Het is een circus. Een circus? Dat is een grote tent waar ze allemaal trucjes in doen. Ja, daar wil ik heen. Dan gaan we wel eens een keertje naartoe. Dan hebben ze ook een trapeze. Het lijkt een beetje op een trapeze. Welke dag? Ja, dan moeten we nog bekijken wanneer de circus is. Circus reizen rond van stad naar stad, net als kermis. Echt waar? Echt waar. Wil je mij duwen? Als je goed vasthoudt. Maar niet zo. Je gaat wel goed vast. Applausje van mij! Yeah, jammer applaus voor Jericia. Ik heb slecht nieuws. Wat dan? Ik heb het over de kopschommel gebouwd vanmiddag. Waar staat die? Nou, daar zit je nou op. Nee. Het is dus niet gelukt. Hij is in elkaar gestort. Kun je nu alsjeblieft overnieuw maken? Nee, want als hij in elkaar gestort is, wat betekent dat dan? Nee, over de kop schommel. Ja, dat hij mislukt is. Het is niet gelukt. Het is... Ja, die over de kop gaat, die is toch niet gevaarlijk? Jawel. Deze was heel erg hoog, dus ik heb hem weer deels afgebroken. Dus ik bouw wel eens een keer een andere keertje terug, hè? Papa. Wil je vader duwen? Ja, geef er één zetje en dan is het klaar, ja? Papa gaat weer verder met plannen. Ik ben bijna klaar. Ik handig die tafel creëren, hè? Heb ik een roze, blauw en het groen. Je steekt gewoon het hele ding in de fik. Zo wordt het ook. Speciale aanmaakgril. Middel, dus ja. Ik ben benieuwd. Tuf gekeurd. Het zal wel smaken. Zo, dat zit sterk vast, hè? Dat wel. Ah, ik wil helpen los. Hey, wat een kwaliteit, hè? Goed kwaliteit. Ik ga hem die kant ook eens losmaken en haal hem dan gewoon aan de andere kant eraf, schat.
denk dat het beste is. Oké. Okay. Dus je handje wel helpen graag. Ja, ik ga de camera weer neerzetten, hè. En de schommel hangt weer mooi aan de schutting. Opgeruimd staat netjes. Ziet er netjes uit, schat. Complimentjes. Wij zijn aan het voetballen. Nee, dat mag niet! Oh, laat niet! Ja, drukt hè, met die kinderen. Ze een beetje aan het buitenspelen zijn. Hop, bij de buren erin. Lekker in de gat, moet Patje van papa sleutel vragen. En hoe is met de barbecue? Wil je lekker geloof ik, hè? Dan had je ook een echte parel moeten overlaten. Ja, ligt van net op, koetje. Lieverd, waarom brandt het weer? Ja, niet te veel, Ruben. Dat is niet goed, jong. Je wilt een rookworst. Dan krijg je een rookworst. Ja, lekker hè? Oh, en Pijn Brandenman! Oh nee, Pijn Brandenman, zoveel mag niet! Wat zeg jij? Zoveel mag niet, anders brandt ze helemaal. Nou, de eerste stukjes vlees liggen op het bord. Wij gaan lekker verder barbecuen. Ja. Heerlijke hamburgers zie ik al. Nou, eet smakelijk. Wie wil de vlog afsluiten? Ik. Doe maar. Veel te druk, veel te druk. Morgen weer, we zijn weer. Ja, en ik ga morgen best mijn dood slapen. Maar doe nog even een blauw lampje omhoog, dan wordt je punt heel fijn. En dan krijg je tot 20.000.